Op zaterdag 18 augustus 2012 organiseert de stichting Dag Zonder Drempels voor de 6e keer de Dag Zonder Drempels op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark in Vlaardingen. Ik ben Marco Dupré, lid van het bestuur van de Dag Zonder Drempels, Stichting Dag Zonder Drempels. We gaan voor de 6e keer dit jaar het evenement organiseren hier in het Hof. Ilko, die naast me staat, is bij de oprichting van de stichting betrokken. En ik denk dat hij het beste kan vertellen waarom de stichting in het leven is geroepen. Ja, Ilko van der Bie. Ik heb 2 kerngezonde dochters. En in 2007 ging ik met mijn kinderen naar de avond van het gehandicapte kind in Diergaarde Blijdorp. Allemaal kinderen met beperkingen. En mijn 2 kerngezonde kinderen liepen daartussen met open mond. Die hadden dat nog nooit gezien. En eigenlijk schaamde ik me daarvoor. Ik denk, het zou toch zo mooi zijn als al die kinderen met of zonder beperking dat verschil niet meer zouden zien. Dus toen hebben wij met vrienden besloten, wij willen een dag organiseren waar die beperking, of je nou wel of geen beperking hebt, dat je die helemaal niet meer ziet. En toen hebben we hier in het Hof in 2007 voor de eerste keer de Dag Zonder Drempels georganiseerd. Met meteen 1500 bezoekers. En het was kippenvel toen en het is nog steeds kippenvel. Dit jaar, 2012, verwachten we 6.500 bezoekers. De stichting Dag Zonder Drempels bestaat eigenlijk uit een bestuur. En in het bestuur zitten 5 mensen. Met 1 iemand toegevoegd organiseren we eigenlijk het hele jaar door met 6 mensen het evenement. Op de dag zelf als een onderdeel van het zomerterras, wat een aantal weken in de zomer hier in het Hof georganiseerd wordt. We mogen dat terrein op de laatste zaterdag van die periode gebruiken. Komen er ongeveer 150 vrijwilligers ons die dag helpen. En ter voorbereiding benaderen we lokale ondernemers hier om ons te ondersteunen. Nou, dat vindt gretige aftrag, zullen we zeggen. Vanaf de bakker tot de ijsmaker, tot de pannenkoekenbakker. De dranken worden verzorgd door lokale ondernemers. Dus ja, samen met die 150 vrijwilligers organiseren we hier deze dag. Allerlei hele bijzondere evenementen, vanaf de draaimolen waar mensen met een rolstoel in kunnen, tot aan taartenbakken met Louis de Spartabakker, tot aan bloemschikken, tot aan optredens. Eigenlijk is er van alles te doen en eigenlijk elk evenement of elk onderdeel van het evenement is bereikbaar voor iemand met en zonder beperking. Alles mag die dag, behalve je zorgen maken. Dus alles is toegankelijk en ook alles is gratis en alles wat je maakt mag je ook meenemen. Of het nou een taartje is of een bloemstukje of een knutselwerk of een tekening, alles mag. Ja, het is kippenvel, het is een brok in je keel als je ziet hoe die honderden kinderen daar aan die lange tafels met elkaar bezig zijn. En ja, het is fantastisch. Aan het eind van de dag merk je echt niet meer, eigenlijk vanaf de hele dag, je ziet het verschil niet of iemand nou in een rolstoel zit of iemand nou een mentale beperking heeft. Of dat je gewoon hartstikke gezond bent en helemaal geen beperking hebt. De kinderen merken vanaf minuut 1 dat verschil niet meer. De vrijwilligers die merken dat verschil ook niet meer. Maar aan het eind van de dag is het altijd heel erg emotioneel. Als we met al die vrijwilligers met elkaar nog een keer staan en je ziet hoeveel geluk je op die ene dag gecreëerd hebt. Mijn eigen dochters komen natuurlijk ook altijd. Hè. Ze zijn nu 10 en 7 jaar. Ze kijken op de dag zelf, daar kijken ze al het hele jaar naar uit. Maar ze corrigeren bijvoorbeeld klasgenootjes. Als het gaat om kinderen die in een rolstoel zitten, daar is helemaal niks raars aan. Onze doelstelling is om een dag mogelijk te maken voor kinderen met en zonder beperking die samen een fantastische dag hebben. Als je weet dat in de tehuizen in deze regio, lokaal, mensen een heel jaar lang uitkijken naar deze dag. In deze moeilijke tijd is het moeilijk om geld bijeen te krijgen voor dit soort evenementen. En ik denk als je die doelstelling en, laat maar zeggen, alles voor niets aanwezig op die dag combineert, vinden wij het alleen maar fantastisch als wij een bijdrage mogen ontvangen. Ik denk dat de Rabo ons zou moeten selecteren. Als ik kijk naar de Rabobank, die is in de samenleving geworteld. De Rabobank probeert het beste te doen voor de samenleving. Wij vanuit de Dag Zonder Drempels doen ons uiterste best om daar ook invulling aan te geven. En met de ondersteuning die we krijgen van sponsoren, waaronder de Rabobank, denk ik dat het voor ons heel belangrijk is om de doelstellingen te realiseren. En dat die helemaal overeenkomen met datgene wat de Rabobank nastreeft.